Er is een USB-stick met daarop cliëntgegevens, verstuurd in een gewone envelop met gewone post. En toen hij aan de andere kant aankwam, bleek de USB-stick verdwenen. Directeur Bakker vindt de ontstane situatie zeer vervelend. Ze heeft meteen na het bekend worden van de verdwijning actie ondernomen. Nou, als allereerste hebben we de betrokken cliënt geïnformeerd. Eerst mondeling en later schriftelijk. Vervolgens hebben we melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. En we zijn op zoek gegaan naar die USB-stick. Helaas tot nu toe zonder resultaat. Wanneer ik dat als buitenstaande hoorde, denk ik, oh wat knullig. Gevoelige informatie gewoon in een gewone envelop stoppen, onbeveiligd. Ja, zeker weten. Dat denken wij natuurlijk ook. Maar soms zit een ongeluk in een heel klein hoekje. De betroffen familie heeft een advocaat in de arm genomen en verwacht genoegdoening. Nou, het is in ieder geval begrijpelijk dat ze dat doen. En hoe de zaak gaat uitpakken, dat zal de tijd leren. Dat weten we nu natuurlijk nog niet. Het is natuurlijk wel heel vervelend. Hè? Het is ook nog een keer een zaak met een lange historie waar heel veel in gebeurd is. Waar hele gevoelige informatie nu van op straat ligt. Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. En we betreuren dat ook ten zeerste. Dat is ook waarom we gaan inzetten op de toekomst om te zorgen dat het nooit meer gebeurt.